Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij Lego de Hobbit. Een nieuwe avontuur, een nieuwe aflevering. We hadden vorige keer het vis geschept in de boot. En nu kunnen wij met deze boot gaan vertrekken. Want de dwergen die zitten eigenlijk, plus Bilbo de Hobbit, zitten in deze boot verstopt. En zo proberen we met volle vis in de stad te komen. En ja, onopgemerkt dat de mensen niet de dwergen zien. Is dat de vis die we wachten op? Excellent. Open de gate. Kijk, nu gaan ze de poort openen. Nu kunnen wij door. En nu gaat het verhaal verder waar wij gebleven waren. We gaan door met level. Na de cutscene natuurlijk. Smuggled into Lake Town Anna. Na een gevangenschap bij de elfen werden de dwergen ongewapend de stad binnengesmokkeld. Waar wij het gezelschap uit rusting en voorraden moeten vinden. Oh, we moeten dus... ja, wat hij zei. En allemaal visjes zie ik op de... Leuk hoor, leuk gedaan trouwens ook. Weet je, dat 3D-effect, ik vind het toch heel tof. Nou, dit zie je niet in de film. Heel droog dat die man niks door heeft. Oh! Follow me. Oh, met zijn teddybeer weer. Goh, altijd met die teddybeer in de game. Wat hebben ze daar dan mee? En een varkentje weer? Waarom altijd een varkentje? Father, there you are. Ja, want ze gaan altijd via de wc. Komen ze binnen in het huis. Daar komen ze. Hoppakee. Nou, bespreking. You took our money. Where are the weapons? Met de worst. Oké, okay, mooie wapens. For weapons. Iron, forge, swords and axes. Kiltpayara. Mayumab, utkarisa. You won't find better outside the city armory. All iron forged weapons are held there under lock and key. Oh, natuurlijk weer vreten. Oh, dit vind ik zo gaaf. We zitten nou op de kust en dit klopt precies met de film. En dat vind ik fantastisch gedaan. Lopen en we slaan al de boel, maar is verrot. We pakken de visjes op, dat is toch lekker zot. Even kijken, dus hebben we genoeg visjes als ik hem oppak? We hebben er 65, nou daar moeten we... kunnen we wel van geen honger van lijden, denk ik. Hier wat hout slopen, denk ik. Nou ja, dan loopt hij dood, dus ik moet eigenlijk even kijken hoe we die verder komen. Ik zie wat hout. Kunnen we hier verder? Ik kan hier helemaal niks, zie ik. Oké, dus ik moet iets hier gaan doen. En ik denk dat we deze jongeman moeten gebruiken voor dit. Juist. Pakken we de volgende. Dan pakken we de volgende. En daarmee rennen wij, lopen we helemaal gaaf hoor. Huppakee. Het lijkt weer een cutscene. Only a black arrow, fired from a wind lance, could have pierced the dragon's hide the day that Smaug destroyed Daedal. Had the aim of men been true that day, much would have been different. As soon as we have the weapons, we'll make straight for the mountain. Nou, dat wapen wat jullie net zagen, die soort speer. Alleen met dat wapen zou je de huid van de draak kunnen doorboren. Doordat de draak heeft natuurlijk echt een hele sterke huid. En daar kom je alleen doorheen met die soort speciale... Dat speciale wapen wat je net zag. Waar hij zo verbaasd over was. Nou, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar ja, het is gewoon een keer niet gelukt. Om dat beest te doden, zeg maar. Hij kwam net niet goed genoeg in dat lichaam van die draak. Zo. Kunnen we dit even slopen nog zo? Je weet maar nooit wat eruit komt.
Hier kunnen we ook wat van bouwen namelijk. Hoppakee. En met B gaan we hier wat bouwen. We hebben namelijk 4 planken nodig. We hadden 149, dat gaan we makkelijk halen. Halen, daar hebben we 113 van die touwen. We hebben er 1 nodig. En van stenen hebben we er 127. Nou, daar kunnen we ook wel wat van bouwen. Daar beginnen we, met een car. Het ziet eruit dat we dit item wel eens meer hebben gebouwd. Het lijkt op die katapult die we gebruikten. We gaan door met bouwen. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben een plank nodig. We hebben een klein plankje nodig. We hebben een 2 dingetje nodig. Dan gaan we door. Dan hebben we een bak nodig. Een klein dopje. En een tandwieletje. Oh, ik deed het verkeerde item. Dat ging niet goed. En de... nog een tandwieletje. En dan is het een soort katapult klaar gebouwd. Gereed om mee te beginnen. En ik denk dat we er iemand in gaan lanceren. Nou, wie zullen we proberen? Zullen we even hem erin doen? Ik vind het goed. Ga er maar in. Fire in mijn hole! Oké, okay, fire in mijn hole. Fire in mijn hole! Huppakee. Zo, en nu kunnen we verder komen. Ik denk dat ik deze nog wel eventjes moet verschuiven. Met een van deze karakters. Die kan het namelijk sterk doen. Let op. Huppakee. Zo. En... oh, terug, terug, terug. Wacht even, dat is niet goed, dat is niet goed. Dat zagen jullie ook heel goed. En deze. Zo. Nou, dan pakken we dit ding op. En die moeten we in vuur zetten. En ik zie daar wel dat er vuur... maar ik kan hem waarschijnlijk niet aansteken nog. Nee. Dus dat gaat even nog niet door. Want ik denk dat ik die vuurkoren in de brand moet zetten. Nee. Dat gaat nog niet lukken. Dus we gaan niet naar boven. Dag meneer. Hoppakee. En wat vinden we hier voor items? Ik vind hier een soort speer. En dat is die speer die we gebruiken voor die draak. Oké, mooi zo. Oh jee, er komen wachters, jongens. Maar daar had ik niet op gewacht. Hoppakee. Oké, die zijn... we hebben dus een aantal... oh, dat is niet voor de draak. Excuus. Dat is niet voor de draak. Dat is de wapens die we nodig hebben om op avontuur te gaan. Om tegen ons te gebruiken als die draak gaat vechten. Want we hebben echte wapens nodig. Oké. Ik kan hier wat bouwen, zie ik. Dat is wel dat ding voor die draak. Wat ik nu niet begrijp. Hoppakee. Oké, we komen in een nieuw gebied, zie ik daar. En er komen weer wachters aan. Is ook helemaal niet irritant elke keer. Wel. Oké, wat hebben we hier allemaal? We hebben een tafel. Er zal weer hout uitkomen, ongetwijfeld. En ik zie een deur die we kunnen openen. Toch even die items oppakken. We hebben echt wel heel veel hout, jongens. Kijk hoor. Even die gasten vermoorden hier. Zo. En een nieuw item. Nee, ook nog niet. Zo, kijk eens. Een hakbel hebben we. Wat we nodig hebben. Hoppakee, dood. We maken een laddertje. En daarboven kunnen we ook nog wel een item pakken, zie ik. Oh, ik ging spontaan dood, ik weet niet waardoor. Dat is raar. Zo, er komt een hoop zooi uit, maar het is een lok die ik alleen met een bepaald karakter kan... volgens mij hij. Of was het hij? Ik dacht met hem. Heb ik dat goed? Nee. Dan met hem.
Kijk. Nieuw item. Bijna alle items. Nog één zwaard. En dan is het dan. Toch wel. Yes, 100%. What is the meaning of this? They called him sealing weapons, sire. We are the dwarves of Elevor. We have come to reclaim our homeland. Death! That is what you will bring upon us. Have you forgotten what happened to Dale? Let us not forget that it was Gideon, Lord of Dale, your ancestor, who failed to kill the beast. Gideon hit the dragon. He loosened his scale under the left wing. One more shot and he would have killed the beast. That's a fairy story, lad. What say you? I say unto you, King under the mountain, may your return bring good fortune to all. Nor you. Join us when you're healed. I'll stay with the lad. Keely's sick. No. Keely. I'm done with dwarves. Go away. I need herbs. Do you have any king's foil? It's a weed. We feed it to the pigs. Right. Oh. Stomme varken weer. Schattig. Keely is ziek. Oké, het level gaat gewoon nog door. Maar we hebben wel die 100% gehaald. En we moeten het varken achterna. Heel apart gedaan. Dat vraagt om een klein puzzeltje. Maar we hebben alle 100% al gehaald. Van de... Ja, van de... Van... Dus we hoeven niet meer achter dat aan te gaan. Laten we gewoon gelijk ons doel zoeken. Dit is trouwens de boot waar we vanaf kwamen. Best wel gaaf. Ziet er een stuk groter uit. Hé, en daar kan je je spel op slaan. Dat is apart gedaan, joh. Zo. En we zitten nou in het dorpje en we gaan het varkje zoeken. Waar is het varkje? Wat kan ik hier uitpakken? Ik zie een krabbetje. Hallo, krabbetje. Oh, er zit wel zo'n klein, wat zit er in, joh? Kunnen we op rijden? Oh, fantastisch. Een geitje. Schattig. Echt droog dit.
En ik zie ook een krabbetje. Hier kan ik een krabbetje doden. Heel vervelend krabbetje. Nou, wat kunnen we nog meer gebruiken, jongens? Kunnen we hier graven? Ja, we kunnen graven eindelijk weer. Met een karakter wat een schop heeft. Hij gaat het wel ver schoppen, denk ik, in het vak. Met dat scheppen. Met die schop. Nou, ik weet dat hij met voetballen beter schopt eigenlijk. Nou, jongens, nou stop ik. Flauwe grappen allemaal. Maar een schaapje heb ik ook niet nodig. Ja, ik moet ze wel bevrijden, maar ik zoek het varkentje. Maar waar zit het varkentje verstopt dan? Ik bedoel... Oh, hier is nog een... Wacht even. Ik denk dat ik hier wat mee kan. Ik moet een lever hebben, denk ik, of zoiets. Het varkentje zit hier ergens bij. In de buurt. Dat kan niet anders. En als ik nou het varkentje en het schaapje hier in één hokje doe. Ik weet niet wat er gebeurt dan. Ik heb sowieso een lever nodig. Zo. Maar waar is die lever? Moet ik hem even zoeken? Ik heb geen keus. Vrees ik. Wel 3 van de 5 krabjes bevrijd. Oh, hier zit iets. Kan hij dat doen? Let niet op de herrie, jongens. Even kijken hoor. De wapens. Hij heeft niet de goede wapens. Ik kan niks met dat tonnetje. Ik zie wel een krab die ik kan bevrijden. Er moet wel eentje vinden. Eén krabbetje zit ergens verstopt. Even kijken. Niet in het water. Waar kunnen we nog meer kijken, jongens? Het is nog niet klaar hier zo. We moeten nog iets ergens vinden. Zit ik nou voor het eerst in de game een beetje vast, jongens? Dat kan toch niet? Zal toch niet? Heb ik geen lever of zo? Oh, ik kan gewoon draaien hieraan of niet? Nee, ik kan niet draaien met hem niet. Met deze? Ook niet. Ik kan niet draaien hieraan. Wat is het probleem? Even denken. Wat moet ik doen met die beesten? Wat kan ik doen met die beesten? Help! Kan ik op die boot? Moet ik die beesten op die boot droppen? Daar zijn de krabben trouwens. Kan ik even pakken. Juist, en een mini-kit voor de 5 van die klerenbeesten. En kijk eens, hier is denk ik de oplossing. Juist. Daar komt hij. Huh?
Nou, de onkruiden gestolen. Maar dit is niet zo best wat er nu gaat gebeuren. De stad wordt aangevallen door die vrede monsters. Door Borg en zijn vijanden. Of zijn vrienden eigenlijk. Oh jee. Zo, bitch slap. Kijk, en onze grote vrienden schieten weer te hulp. Ach. Gaaf dit. Joehoe. En een plantje. We're losing him. Arthas. What are you doing? I'm going to save him. Hold him down. Valkyrie. En hij is gered, gelukkig. Tauriel, kom. En Legolas sprint er vandoor. Hij maakt allemaal rare salto's. Moet je serieus naar achter hem aan gaan? Holy shit. We zijn nog niet klaar met het level. We gaan namelijk de vijanden verslaan. En de kleine baas die daar staat op de kop van de kade. Groot level toch nog wel. Nou, we hebben genoeg vis nu hier zo verdiend. Echt heel veel hebben we. En laten we hem... En die ander doet gewoon niks ook, hè? Oké, meestal moet je hem 3 keer verslaan. Oh jee, maar nu gaan we verder in de game. Of in het level. Eigenlijk even dat ding. Kan ik hem verslaan? Wacht even. Ja, die stomme L, die moeten we even... Nou, dan niet. We sparen de L dit keer. Ik ben in goede... Oh! Oh jee. Heel gaaf dat het hele gevecht op die daken gaat, joh. Fantastisch. Nou, ik kan net zo goed het blauwe muntje meepakken, toch? Zo. Ik vind het de levels zo spectaculair geworden vergeleken met de oude Lego games. Het is echt fantastisch. Nou, daar kan ik niet op grijpen, dus daar moet ik een ander karakter voor. Ik denk dat de Smeagol, dat die daar op kon klimmen, geloof ik. Huppakee. Oh, jij komt hier naartoe? Ik heb het gevoel dat hij hier naartoe komt. Ja hoor, hallo meneer. We gaan nu bestrijden. Almost killed jongens, almost killed. Dat betekent dat hij bijna dood is. En hij gaat in het bootje er vandoor. Oh jee. Moet je dat ijsschotsen voorstellen? Dat denk ik wel. Ik zou het liefst vinden als ik even met mijn pijl en boog kon pakken. Want ik ben heel nieuwsgierig wat daar gebeurt met dat bootje. Kan ik dat niet pakken? Nee, ik kan hem niet schieten. Misschien vanaf hier. Nee, ik kan hem niet schieten. Wat raar, joh.
Had ik wel verwacht. Ja? I? Hij is de zeilen! We gaan er vandoor! En we komen aan bij het nieuwe eilandje waar we vier vijanden gaan verslaan. Orks. We verslaan de orks met gemakkie. Het zijn best wel sterke karakters, die Legolas en dat meisje. Naam even vergeten weer, sorry. En nu komt ons grote vriend Lubas komt weer. En driemaal is hij verslagen. Hij komt hier, als het goed is, naartoe. Springt hij hier naartoe. Ja, kijk eens. Zal ik hem met Legolas verslaan? Dat is wel leuk. Met zijn pijlenboog gaat het denk ik niet lukken. Ik wil het wel proberen. Hij pakt toch zijn messen. Oude messenhengst. En B. Jij mag niet falen, Legolas. Maar wat doe jij? Je laat je kennen door meneer de boer hier. Oké, ik moet geconcentreerder werken. Dit lukt niet. Ja, B. Nou moet hij doodgaan, jongens. De laatste slag. B. Kom op. Daar gaat hij. Hoe vaak moet ik nog op dingetjes klikken? Nu niks meer. Kan zien. Nee, dat gaat helpen. Oh. Oh, die idioot gaat er nog vandoor ook, of niet? Oh jee. De daken gaat hij verder. Huh? Fucking droog, jongen. Dat liedje, dat geluidje ook. Daar. Het is krap. Dragon fire and ruin. The dragon, it's going to kill us. Not if I kill it first. A black arrow. Why did you never tell me? Because you did not need to know. There he is. Komt de draak al? Keep it safe. Don't let anyone find it. I'll deal with him. Go! You're under arrest. On what charge? Any charge the master chooses. Oh ja, met de uniebrouw die gozer. En daar hebben we het level uitgespeeld. The Mountain King's Return. Een warm welkom. En daarbij gaan we ook natuurlijk weer even het verhaaltje verder afgaan. 100% krijgen wij twee witte bricks. Stenen blokjes krijgen wij. We hebben weinig minikits. Eén natuurlijk. Dat is nog niet genoeg. Je moet er 10 hebben in elk level. En we gaan door met het verhaal. Sent on their way to the Lonely Mountain. With the master's blessing, the group continued onward. Meanwhile, in the south, Gandalf had reconvened with Radagast to investigate curious events occurring in the High Fells. Oh, it's you. Why am I here, Gandalf? This is not a nice place to meet. Trust me, Radagast. Oh, dit is zo vet in de film. Not good reason. If our enemy has returned, we must know. Go to the tombs in the mountains. The High Fells. Zo. Lekker hug. Lekker hug. Oh, die dwerg, dat beestje. Misschien kunnen we nou wel wat mee doen. Even kijken, wat doet dit ding? Nou, niks.
Wat moet hij hiermee doen? Nou, voor een leuke video, geef een groen duimpje. We gaan de volgende keer verder. En dan zie je het avontuur verder. Doei doei!